Welkom bij weer een nieuwe video. We gaan alweer beginnen aan de September Planner Me. Ik moet zeggen, de maand augustus was voor mij niet alleen mijn vakantie, maar ook mijn verjaardag. Inmiddels weer een jaartje ouder. En hopelijk zien jullie inmiddels een verschil als het gaat om het licht en hoe de video belicht is. Ik heb namelijk een ringlight voor mijn verjaardag gehad en die moest ik natuurlijk gelijk gaan uittesten voor deze video. Ik ben er echt super blij mee en ik hoop dat ook voor jullie alles op beeld veel beter uitziet. Ik heb ervoor gekozen deze maand een thema te doen van foto's. Het is voor mij altijd zo van als de zomervakantie is geweest of sowieso als ik vakantie heb gehad, dan vind ik het altijd leuk om de foto's terug te kijken. En dat inspireerde me eigenlijk op deze maands thema. Hier aan de rechterkant van de pagina heb ik een Polaroid lentcamera getekend. Dat is er eentje die ik hier ook heb staan en ook geregeld gebruik. En dat was eigenlijk als eerste de inspiratie ervan. Verder heb ik nog een quote toegevoegd aan de linkerpagina, namelijk "Every picture tells a story." Ik heb ervoor gekozen om bij deze maandspread koperen accenten te doen. En ik gebruik hiervoor mijn Fintech Pearlescent Colors. Verder gebruik ik weer mijn oude vertrouwde waterverfpalet van de Flying Tiger. Gaan we door naar de maandspread pagina. Ik teken allemaal hokjes van 4 cm breed en 3 cm hoog. Tussen de hokjes in laat ik steeds een halve centimeter qua ruimte, omdat ik van plan ben dadelijk nog wat kleuren aan toe te voegen. Verder teken ik aan de rechterkant van de pagina 2 kleine Polaroid foto's om net als elke maand mijn goals en nog kleine notities te kunnen toevoegen. Mijn weekspread is eigenlijk weer in hetzelfde thema. Ik heb deze keer een Fujifilm Instax camera getekend aan de linkerkant. En verder heb ik een echte een foto uit deze Fujifilm. Die heb ik namelijk eentje ook hier staan gebruikt om steeds langs een soort over te trekken van vorm. Verder voeg ik nog wat kleurtjes toe, wat accentjes. Want ik wou het niet alleen maar zwart met wit laten. Oorspronkelijk was het idee ook dat ik echte foto's erbij uit zou printen en toe zou voegen aan de pagina. Maar zoals altijd, elke keer als ik denk van nu moet ik even iets printen, kom je erachter dat het inkt op is. En er geen nieuwe inkt in huis is. Dus beeld je allemaal maar in dat er echte foto's nog rondom de weekspread zitten. Ter opvulling, zodat het net lijkt alsof het echt allemaal foto's zijn. Ik was van plan om foto's van dingen die ik deze vakantie heb gedaan eraan toe te voegen. En op deze manier kan ik elke week mijn planning maken, maar ook terugkijken. Laat ik jullie nou even de spreads klaarzien. Allereerst de titelpagina. Dan de maandkalender. En mijn weekspread. Hopelijk vonden jullie deze video leuk. Als je deze video leuk vond, vergeet deze dan vooral niet een duimpje omhoog te geven. En wil je dit soort video's vaker zien, dan ook vooral abonneren op mijn kanaal. Tot de volgende keer weer. Doei!